Hoe kies je de meest geschikte kattenbak? Welkom weer bij de Gelukkige Huiskat, het YouTube-kanaal waarin je alles leert over het gedrag van jouw kat. Ik ben Sonja en vandaag ga ik jullie vertellen hoe je de meest geschikte kattenbak vindt. Want we hebben heel veel video's gemaakt, hè, over onzinnelijkheid, over kattenbakmanagement, zeg maar. Waar moet een geschikte kattenbak aan voldoen? En één daarvan is de grootte van de kattenbak. Die moet 1,5 keer de lengte van de kat zijn. En dan meet je van het puntje van de neus tot waar de staart begint, dus aan het einde van de rug. En dat is gemiddeld, bij een gemiddelde kat is dat 70 tot 75 centimeter. En er zijn heel veel katten die zijn veel groter. Ik heb dat gemeten bij Stip en daar was dat zo, streepjes ietsjes groter. Maar dat is met name in de breedte, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar heb jij een Maine Coon, zoals bijvoorbeeld Emily heeft, ja, die zijn vaak nog veel groter. Nou, als eerste eventjes over de standaard kattenbak die je in een winkel kan kopen. Ik heb nog twee oude kattenbakken, ik gebruik ze nu niet meer, maar die had ik dus vroeger. Dit is er één. En ja, die is niet groot. Ik zal hem even opmeten. Maar dit is wel een beetje standaard maat wat je in de winkel kan kopen. Nou, 43 bij 35. Bij lange na dus geen 75 centimeter. En die 75 centimeter geldt in de lengte, maar ook in de breedte. Hè? Want katten die doen een rondje draaien, een paar rondjes draaien. Die gaan uitgebreid graven. En dat kan in zo'n kleine kattenbak niet. Daarom hebben ze dus heel veel ruimte nodig. Dan heb ik nog een andere. Dat is een dichte kattenbak. Nou, we kunnen even kijken hoe groot die is. Nou, die is zeg maar ook een beetje 34, 35 in de breedte en de lengte 47. Ook niet geschikt, ook al zou je de deksel eraf halen, wat op zich wel helpt, omdat het dan wel ruimer voelt voor die kat. Maar dan heb je dus nog steeds een kleine bak, maar wel groter. Hij past er niet in. Maar dat verschil is dus maar minimaal. Dus, de meeste kattenbakken die je koopt in de winkel zijn gewoon te klein. En daarom deze video, om jullie op een aantal ideeën te brengen over wat je dan zoal kunt gebruiken als kattenbak. Nou, ik heb één officiële kattenbak die redelijk groot is. In ieder geval een heel stuk groter dan wat ik je net liet zien. En dat is deze. Die is van merk Trixie. Die is al een heel stuk groter. Ik ga even meten. Nou, 67 in de lengte. Nog steeds geen 75. En in de breedte, even kijken, 50. Ook helemaal geen 75, maar een heel stuk breder. Kijk. Passen er heel makkelijk in. Dus die is wel een stuk groter. Die komt met een rand. Die je er dan op kan doen. Nou, dat ziet er zo uit. En dat is dan natuurlijk tegen het opspatten van. Eruit scheppen van dat git. Als ze graven, dan vliegt het soms alle kanten uit. Brechtje is daar expert in. Dus er ligt, heel veel git ligt ernaast. Dan helpt zo'n rand wel. Maar het maakt hem ook wel weer kleiner. Want als je. Ik weet niet of je het goed ziet, maar hier gaat hij best een heel stuk naar binnen. Dus ja, die kat heeft dus deze ruimte. We kunnen weer even meten. Oh, streep zit hier ook. Die doet ook mee een streep. 57. 42. Dus dan is hij toch alweer net een paar centimeter kleiner. En dat is jammer, maar je kan natuurlijk gewoon denken van, ik haal dat ding eraf. En dan heb je hem zonder.
Ja, dat kan ook prima natuurlijk. Als jouw kat niet heel erg eruit graaft, dan maakt het sowieso al helemaal niks uit. En dan is de instap ook wel iets lager. Deze heeft dus hier aan de voorkant een beetje een lagere instap. Aan de zijkanten is hij wel nog wel wat hoog. Dat maakt voor jonge katten overigens niet veel uit. Maar dat is met name voor wat oudere katten. Of juist hele jonge katten, die kunnen er moeilijk in stappen. Oké, dan heb ik als volgende alternatief deze bak. Dat is een... voorraadbak, die kan je dan onder je bed of zo schuiven. Daar hoort officieel een deksel bij. Die kun je natuurlijk niet gebruiken. Die komt bij IKEA vandaan. Het merk Samla. Nou, het staat er volgens mij nog op zelfs. Ja, IKEA. Samla. Nou ja, in ieder geval, die kan je zo gebruiken. En dus wel, de opstap is, ja, ik vind hem wel wat hoog. Mijn katten hebben er geen probleem mee. Streep is vrij groot en Bommel en Brechtje, die zijn nog heel jong. Nou ja, die hebben er totaal geen moeite mee. Maar heb jij een oudere kat, dan zou je eigenlijk er een inham uit moeten halen. Zodat de instap wat makkelijker wordt. En de grote. Deze is best wel groot. Want zeg maar, als we dan kijken naar de oude kattenbak. De breedte is ongeveer hetzelfde, maar de lengte, het lijkt een heel klein beetje, maar het is nog best wel plat. Even kijken. Nou, 74 in de lengte. Kijk, komen we lekker in de buurt van die 75. Maar in de breedte 52. Dus deze is inderdaad qua lengte goed, qua breedte, nou ja, weet je, het is al een heel stuk beter dan die kattenbakken die... Zeg maar de ouderwetse kattenbakken. Deze. En deze. Kijk, het verschil is echt... Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Best groot. Dus ik denk dat je kat daar sowieso een heel stuk blijer mee is. Als hij nog niet zo'n grote kattenbak heeft natuurlijk. En een hoop mensen hebben het misschien al, omdat ze onze video's allemaal gezien hebben. Wat je ook kunt gebruiken in plaats van die IKEA Samla bak is deze. Het is dezelfde maat, alleen hij is hoger. Er zitten wielen onder, die moet je er onmiddellijk afhalen. Want anders beweegt die kattenbak op het moment dat die kat erin springt. En dat vindt hij niet fijn. Maar, even wegleggen. Hij kan hier natuurlijk nooit inspringen, dat mogen duidelijk zijn. Hier hoort ook een deksel bij, die gebruik je ook niet. Maar wat je hier kunt doen is ook een inham eruit halen. Ik zal even een foto laten zien. Want Emily gebruikt dus deze voor haar katten. En dat zijn dus inderdaad Maine Coons. En er is er ook één die graaft echt heel heftig. Dat is Peggy, volgens mij. Daar vliegt dat gitter ook altijd uit. Dus Emily heeft deze bak. En dan heeft ze daar ook een opening in gemaakt. En dat kun je dus ook zelf doen. Oké, dan de laatste. En ik moet zeggen, dit is totaal ook geen officiële kattenbak. Maar dit is een lekbak voor onder je wasmachine. En die is 70. En die is vierkant, dus ja, die zal ligt hier ook 70 zijn. Ja, 70. Dus die is 70 bij 70. Het grote voordeel van deze bak is, hij is vierkant. Dus hij is, al die andere bakken die ik heb laten zien, daar zijn, die zijn dus smaller. Dus ja, je krijgt niet dat je die 70, 75 centimeter in de lengte en de breedte hebt. Dat heeft deze wel. Daarnaast heeft deze een hele lage instap. Dus dat is voor jong en oud is dat super geschikt. Zitten wel twee nadelen aan. Het eerste nadeel is, dus als jij echt een verwend graver hebt, zoals Brechtje, dan ligt daar soms wel allemaal grit naast. Dat kun je met veger en blik opvegen en er weer terug in doen. Dus ja, dat is maar net, hoe belangrijk vind je dat? Maar er is nog wel een ander nadeeltje. Dat is dat er hier een klein, dat is misschien heel moeilijk te zien. Zo,
Het is een er zit een klein randje. En ja, dat is dan soms met scheppen wel een beetje lastig. Dan kom je tegen dat randje aan. Maar als je weet, op een gegeven moment weet je wel waar dat randje zit. En dan gaat dat verder prima. En dat is met die andere grote bakken die ik heb laten zien niet zo. Die zijn echt glad op de bodem. Dus dat, nou ja, dat is wel een nadeel hiervan. Maar ik moet zeggen, ik heb dus alle drie die bakken. Ik heb dan niet die hele hoge tot nu toe. Maar ik heb dus dan deze lage variant. En ik heb die grijze van Trixie. En dan heb ik dus deze. En ik heb nog een hele oude cavia kooi. Die gebruik ik niet meer, want ik heb geen cavia's meer. En ja, die bodem die gebruik ik dus ook als kattenbak. En ik heb ook een hele tijd lang een pakietenkooi, de bodem van een pakietenkooi als kattenbak gebruikt. Dat kan ook, maar ja, dat moet je dan maar net hebben natuurlijk. Maar ik moet zeggen, hoe dan ook, van alles wat ik heb geprobeerd is dit de favoriet bij de katten. Ze zijn alle drie, gaan ze dus op deze bak. En ze gaan gebruiken alle bakken, dat zie ik heel duidelijk. Maar deze is altijd favoriet. Ik weet niet waarom, maar hier, ik weet niet. Kan natuurlijk ook nog wel de locatie zijn, want ze staan wel verspreid door mijn huis. Deze staat in de studeerkamer. Onder het bureau als het ware. En dan heb ik er nog één in de kamer staan onder een tafel. Er staan er boven nog twee. Er zat in de schuur nog een grote. En ik heb nog een buitentoilet. Dus ik heb heel veel kattenbakken. Maar goed, ik heb ook drie katten. Maar goed, ze vinden dus die bak, die vierkante bak, die vinden ze echt heel erg prettig. En die kun je, ja, daar denk je misschien helemaal niet aan. Hè? Want als je naar de winkel gaat, dan denk je, ik ga een kattenbak kopen. En ja, dan kijk je in een dierenwinkel bij de kattenbakken. En ja, dan denk je niet aan deze dingen. Dus vandaar deze video. Zodat jullie op ideeën komen van wat je zou kunnen gebruiken als kattenbak. En in dit geval ook weer think out of the box. Maar dan wel voor de box. De kattenbox dan in dit geval. Ja. Nou, dit was eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dan graag duimpje omhoog. En deel deze video met al je andere kattenvrienden. Zo kunnen we nog veel meer katten gelukkig maken. En dat is onze missie. Alle huiskatten van Nederland gelukkig maken. En dan hoop ik je natuurlijk volgende week weer te zien. Tot dan!